de begroting van Nederland. Dus in Nederland geven wij een bepaalde zak geld uit elk jaar. En in 2019 is dat 300 miljard geweest. Maar wat geven we nou eigenlijk uit aan de cultuur- en mediasector? De cultuur en media valt onder het ministerie van OCMW. Dat is Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Die krijgen ongeveer 40 miljard van die 300. Als we even verder kijken, dan krijgt de cultuur en media daar maar 2 miljard van. Dat is dus 0,6% van die 300 miljard waar we mee starten. Om nou de zaken even een beetje eerlijk te doen. Hè, die 300 miljard, dat is de Rijksoverheid. En we hebben ook nog provincie, en we hebben ook nog gemeenten. En die hebben ook nog een cultureel budget. Maar als we die er toch nog even bij pakken, dan hebben we nog 2 miljard. En dan wordt dus deze gehele sector, cultuur en media, gedragen door maar 4 miljard. Maar goed, laten we dan ook even kijken naar de andere kant, namelijk de inkomstenkant. Komt er dan iets uit deze sector? Verdient deze sector geld? Dat noemen we de waardecreatie van Nederland, ook wel genaamd het bruto binnenlands product. Nou, in Nederland in 2015 was dat volgens het Centraal Bureau van de Statistiek zo'n 700 miljard euro waard. Wat is nou die culturele sector daarin? Die is zowaar 3,7% van dit hele bedrag, dus zo'n 26 miljard. Weet u nog, 4 miljard ongeveer, dat wordt 26 miljard. Dat is toch even een behoorlijk rendement voor een sector waarvan we misschien denken dat dat niet zo is. Ook dit wil ik even vergelijken. Er zijn twee sectoren waar we het heel veel over hebben de laatste tijd. De bouw bijvoorbeeld, woningentekort, stikstofproblematiek. Nou, laten we eens kijken wat zij in Nederland produceren en wat wij in Nederland daar een waardecreatie van maken. Dat is 29 miljard, ongeveer gelijk aan die cultuur- en mediasector. Er is nog een sector waar we het heel veel over hebben. Dat is de landbouw. Dat is maar 11 miljard. Dat is 1,6%. Dus de culturele sector zit daar meer dan 2 keer boven. Dus wij hebben een culturele sector die zijn eigen broek ophoudt. Wat de ondernemers zijn. Ja, en deze sector staat nu stil. En dat gaat mij aan het hart. Niet alleen omdat ik het van maatschappelijk belang vind. Maar economisch is het van belang. Die 3,7% waardecreatie staat trouwens voor 4,5% werkgelegenheid in dit land. Nou, dat is niet gering. Als we dan gaan gooien met 300 miljoen of met nog een keer 60 miljoen. 300 miljoen is door de minister toegezegd. Het gaat overigens naar als zwaar gesubsidieerde musea en theatergezelschappen. Prima, die moeten ook bestaan. En 60 miljoen komt nog een keer van de gemeente. Maar ja, dat is heel lief. Maar het is geen bedrag waar we echt iets mee kunnen in deze sector. Deze sector staat dus stil. Die draait niet verder omdat er geen subsidie is. Niet zoveel. Deze sector staat stil en dat merken wij omdat wij niet naar het theater kunnen, niet naar een festival. Maar wat er ook gebeurt, is dat de creatie stilstaat. Dus dat er niet wordt geschreven, gemaakt, geproduceerd, vernieuwd. Dat vergt namelijk voorfinanciering. En commerciële bedrijven die nu al bijna op omvallen staan, hebben zeker het geld niet om dan ook nog nieuwe producties voor te financieren. Dus als wij over een jaar of over anderhalf jaar weer fijn, hopelijk, naar nieuwe voorstellingen willen, dan zijn ze er niet. Dus daarom ook wat mij betreft, vanuit ook economie, maar ook vanuit maatschappelijk belang, een beroep op onze minister en op onze overheid, of het nou economische zaken is of OCMW, om hier een investeringsfonds voor open te trekken. En die 1,5 tot 2,5 miljard... ik denk dat dat ervoor nodig is op tafel te leggen om deze sector levend te houden voor ons allemaal.